De masten zijn voor de centrale en wij zijn uit de masten. Commandant in de brug, koers 270. Gek, de boot instappen, boven torenluik sluiten. Commandant, de boot is klaar voor onder water. Chef onder water, 3 klaksons. 3 klaksons, onder water. Langzaam vooruit. En daar gaan we, de diepte in. Midden in het commandocentrum op de Zijne Majesteit de Bruinvis lopen 15 mannetjes druk heen en weer op 30 vierkante meter. Want de onderzeeboot mag in zijn geheel wel groot ogen. Met 55 mensen aan boord is het een klein dorp waar elke centimeter benut moet worden. Is dit nou een spannend moment voor jullie? Of? Nou, spannend niet, want we doen dit vaak. Maar het is wel een moment waarop iedereen scherp moet zijn. Juist het moment tussen bovenwater en onderwater. Ja, is een instabiel moment voor de boot. Diepte 17 meter. Wat je diepte? Vandaag zijn we te gast bij commandant Pieter Bas Peters. Hij is de baas op een van de 4 onderzeeërs die de Koninklijke Marine Rijk is. Op dit moment oefent deze boot in de Caribische Zee voor de kust van Curaçao. We zijn op dit moment aan het oefenen met de Special Forces van het Korps Mariniers. Het water is hier warmer, dat betekent dat ze langer onder water kunnen blijven, wat het oefenen makkelijker maakt. Hoewel de oefening van nu volgens commandant Peters is gericht op Special Forces, heeft de onderzeeër nog meer taken. Nederland is lid van de NAVO. Oorspronkelijk zijn deze onderzeeboten gebouwd om ons te beschermen, tegen met name Sovjet-onderzeeboten. Waarom we ze nog steeds hebben is allereerst omdat het een platform is waarmee we inlichtingen verzamelen. Strategische inlichtingen en tactische inlichtingen. En officieel is dat dan ten behoeve van counter-drugsoperaties van de marine en de kustwacht in samenwerking met de Amerikanen. Over een eventuele betrokkenheid van inlichtingen verzamelen over onze zuiderbuur, Venezuela, wil Defensie niet zeggen. Terug dus maar naar het leven op een krappe boot. Kwijt bij de Voorzichtingbrug. Dit zijn hele luxe hut. Vrij luxe. Hiernaast snurken 3 officieren. Dan moet ik door een deur van 30 centimeter. Holy moly. En dat is ook luxe, want het is een eigen hutje. En waar zijn al je spullen? Overal tussen. Je moet niet langer dan 2 meter zijn op deze boot. No, dat voorbeeld hebben we ook. We hebben zelfs de schipper, die is eigenlijk tot hier. Uh-huh. 2,30 meter. En die slaapt dus altijd op een speciale manier. Die heeft ook zijn kastje, zeg maar, bij zijn bed getrokken, zodat zijn voeten duiken. Hier is een douche achter. De policy die we hebben is minimaal maximaal 2 keer per week. En dan is het even aan, nat, en dan douche uit, want we willen niet veel water gebruiken. De reden daarvoor is, water maken, dat kost eigenlijk een apparaat, dat maakt geluid. Want jullie maken water uit zeewater hier, ontzettend. Ja, maar het maakt wel geluid. Wat nog erger is het blazen van onze sewage tank. Dat blazen we buitenboord. Daar heb je best wel druk voor nodig. Dat maakt heel veel lawaai. Dus dat willen we ook minimaliseren. Ja. Want behalve onzichtbaar wil een onderzeeboot vooral ook onhoorbaar zijn. De marine is trots op zijn 4 onderzeeërs, zegt commandant Peters. Ja, Nederland heeft in die zin een niche capaciteit. Een aantal andere landen hebben zeker onderzeeboten. Bijvoorbeeld de Britten. Amerikanen, dat staat buiten kijf. Dat zijn hele grote onderzeeboten die niet zo dicht bij de kust kunnen komen als wij. Noren bijvoorbeeld hebben ook onderzeeboten, maar die zijn weer heel klein. Daar kan je dus heel dicht bij de kust komen, alleen daar hou je niet zo lang vol. Omdat je kan weinig eten meenemen, om maar een voorbeeld te noemen, weinig brandstof. Wij kunnen dat wel, 5 weken. Zonder support, zonder wat dan ook, helemaal op onszelf. Maar we hebben voldoende bemanning ook om alles wat we binnenhalen aan intelligence, om dat allemaal te verwerken. Maar we zijn ook weer klein genoeg dat we juist zo in dat ondiepe water trekken. En jullie hebben dus eigenlijk een niche waar je in zit. Ja, absoluut. En dat maakt jullie positie enigszins uniek binnen het NAVO-verband. Absoluut, en zo wordt het ook erkend binnen het NAVO. Ja. Dus die vervanging komt er zeker? Nou, het is niet aan mij. Ik hoop het wel. De bruinvis is nu 25 jaar oud en moet nodig vervangen. Dat gaat gebeuren in 2025. De discussie over die vervanging is een politieke, waar de marine zijn handen verder niet aan wil branden. Het is een uitstekend ontwerp geweest, dus ik kan er wel even mee. Maar dat is geen geheim, dat is ook duidelijk in de pers geweest. We zijn aan het nadenken over vervanger van de bonusklasse. Want als je zeg maar nu besluit van oké, je moet vervangen worden, heb je hem niet volgende week. Er gaat een heel traject van ongeveer 10 jaar aan vooraf. En in 2025 ongeveer moet deze klasse vervangen worden. Dus vandaar dat we daar op dit moment over aan nadenken zijn. Maar hij speelt nog steeds mee in de Eredivisie van de onderzeeboten. Dat absoluut. Ja, absoluut. Het besluit om de onderzeeboten te vervangen is inmiddels genomen. De komende maanden zal de politiek in Den Haag daar, wellicht à la JSF, over gaan debatteren.
Nieuw voor de marine in die discussie is de vraag of er dan ook vrouwen aan boord komen. Nou, daar wordt er op dit moment over gesproken. Laten we zo zeggen, in Nederland hebben we afgesproken dat op het moment dat je met mannen en vrouwen samenleven, om het zo maar te zeggen, professioneel gezien, dan moeten daar aparte faciliteiten voor de verschillende seksen aan boord zijn. Nou, op een fregat is dat natuurlijk allemaal niet zo moeilijk en zelfs niet op een mijnjager. Maar op een onderzeeboot, daar is hij oorspronkelijk niet op gebouwd. Nee. Ik heb geen vrouwentoilet, om het zo maar te zeggen. En helemaal geen vrouwen slaapverblijf. Toch is dat, zijn we erover aan het nadenken om dat in de volgende klasse wel te gaan doen. Maar dat betekent niet dat je op, laten we zeggen, 1 januari 2025 in één keer vrouwen aan boord gaat nemen. Zo werkt het niet. Dus we zijn nu aan het verkennen van ja, als we dat dan in de toekomst willen, wanneer moeten we dan beginnen, om het zo gezegd, met vrouwen aan te varen. Maar op dit moment, nu zijn er geen vrouwen bij de Nederlandse onderzeeërst. Behalve dan mijn cameravrouw en de persvoorlichter van de marine die met ons meeliep. Het gaf gelukkig geen problemen.